Hey, wat leuk dat jullie kijken naar mijn YouTube kanaal. Ik heb weer een nieuwe sneeuwvlog voor jullie en dat is deze. Hij is best wel open en lekker puntig. En dit is wat ik jullie wil laten zien. Deze moet je zeker wel blokken, anders wordt hij niet zo mooi zoals hij nu is. En wat ik ook heb gedaan eigenlijk met mijn andere sneeuwvlokken, dat moet ik bij deze nog doen, is hem insmeren met een mengsel van textiellijm en een beetje water, dat het een beetje melkachtig wordt, zeg maar. En dan smeer ik het in en dan laat ik het goed drogen en dan wordt hij ook goed hard. Dus kijk, als ik nu op zou tillen, is hij nog redelijk slap. Hij blijft wel mooi puntig. Maar voor mijn wandhanger is dat niet handig om hem zo slap te hebben. Dus vandaar dat ik al mijn sneeuwvlokken ook nog insmeer met dat mengsel. Maar dat laat ik nog wel zien als ik alles in elkaar zet. Dan laat ik even zien wat ik heb gebruikt en hoe ik dat heb gedaan. Ik ga deze nu laten zien. Ik pak weer mijn garen en mijn haaknaald. Even kijken, waar is die? Hier zo. 2. Dan gaan we eerst een opzetlus maken. Ik haal gelijk even wat garen van mijn pom. Dat ik straks wat makkelijker kan werken. Zo. Het is misschien opgevallen dat ik twee kleuren garen gebruik. De ene keer gebruik ik wit en de andere keer gebruik ik een beetje gebroken wit. Maar ik wil eigenlijk twee soorten wandhangers maken in twee kleuren. Oké. We gaan eerst 9 lossen opzetten. 1, even wat dichterbij halen. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9. Dan gaan we naar de eerste losse. Daar doe je haaknaald in. En dan maak je een ring van deze 9 lossen. Het blijft altijd wel een gepriegel vinden met dat hele dunne haakgaren. Steken nou goed erin? Volgens mij niet. En deze. Ze maken een ring van die 9 lossen. Dat doe je dus door een halve vast in de eerste vaste te doen. Nu haken we 4 lossen. 3 en 4. Die tellen als een dubbelstokje. Dan gaan we in die ring gaan we nog een dubbelstokje haken. Haak gelijk ook je draadje mee, zodat je straks niet hoeft weg te werken. Dus haken we nu nog in die ring een dubbelstokje. En ik hou mijn vinger vaak ook even op de lus op de haaknaald, zodat het allemaal een klein beetje strak blijft tijdens het haken. Zo. Dan gaan we nu 5 losse haken. 1, 2, 3, 4, 5. In die 4e losse, dus je slaat nu 1 losse over vanaf je haaknaald, daarin haken we een halve vaste. Zo. En dan haken we nog 3 lossen. 1, 2, 3. Dan gaan we in de ring gaan we weer 2 keer een dubbel stokje haken. Ik neem het draadje gelijk mee. Dat losse draadje van die losse ketting, zeg maar. Dat hoef ik straks niet weg te werken. Dus dat is 1 dubbel stokje en dan gaan we nog een dubbel stokje haken. En dat gaan we steeds herhalen. We haken nu 5 lossen. 2, 3, 4, 5. Die eerste los vanaf de haaknaald slaan we over. En in de volgende, dat is eigenlijk de 4e losse die je hebt gehaakt. Daarin haken we een halve vaste. Haken we nu nog 3 lossen. 1, 2, 3. En haken we in de ring haken weer 2 keer een dubbel stokje. En dan ga je nu weer verder met die 5 lossen, een halve vast in de 4e, 3 lossen en dubbele stokjes weer maken. Tot je in totaal 6 van die punten hebt. Dit is zeg maar de eerste punt,
tweede punt in de Talmud de 6 hebben. En dan kom ik terug als we hier de laatste dubbele stokjes hebben gehaakt. Dus je hebt zeg maar 5 keer van die dubbele stokjes gehaakt. Dit was zeg maar de 4 losse en een dubbel stokje. Maar je doet dit, zeg maar deze, doe je dus 5 keer. En dan kom ik bij je terug. Oké, dan ben ik nu bij het einde. Ik heb dus 1, 2, 3, 4, 5 keer nog die dubbele stokjes gemaakt. Ik heb dus ook 1, 2, 3, 4, 5 punten. Dan moet ik nog de laatste punt maken. Dat betekent dat we 5 losse haken. 1, 2, 3, 4, 5. In die vierde losse haken een halve vaste. Haken nog weer 3 lossen. 1, 2 en 3. En dan gaan we hier naar de 1, 2, 3, 4 lossen. Dan kun je het best eigenlijk nog bovenop dit stokje, zeg maar. Je mag het ook in die 4 lossen doen. Ik doe het even hier. Haken we dan een halve vaste. Dan hebben we deze toer gesloten. En nu gaan we door naar de volgende. Dan gaan we naar de volgende toer. Dat is gelijk de laatste. We haken 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. In die vijfde lossen, dus zeg maar je slaat 1 los vanaf je haakwand over en die eronder haken een halve vaste. Dan haken we nog weer 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En dan gaan we ook weer 1 losse overslaan. En die daaronder haken we ook weer een halve vaste. En dit is zeg maar een punt die je steeds gaat herhalen. Dan gaan we weer 6 losse haken. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Slaan we de eerste losse vanaf de haaknaad over en in de volgende haken we een halve vaste. En in de volgende losse haken we ook een halve vaste. En in die volgende losse haken we ook weer een halve vaste. Dus krijg je in de punt zeg maar 3 halve vastes. Dan gaan we nu 4 losse haken. 1, 2, 3. En 4. Dan slaan we de eerste losse over vanaf de haaknaald en in de volgende haken we een halve vaste. Dan haken we nu eerst 2 lossen. En dan gaan we een stokje haken. Wat je nu even moet doen is dat je het puntje vastpakt hier. Dit is je punt. Ik ga het even neerleggen, dan is het misschien wat duidelijker. Kijk hoor. Dit is je punt waar je zeg maar 3 halve vastes had gehaakt. Dan heb je hier deze waar je net een halve vast hebt gehaakt. Die staat lijnrecht tegenover deze. Dan moeten we tussen die 2 kleine puntjes die je hier gehaakt hebt, hier, moeten in het midden hier zo haken we een stokje. Dus als dit bij elkaar hoort, kom je dus hier zo, krijg je dus een stokje. Dus wat je doet, je pakt even het gedeelte beet waar je het dus moet maken. Tel je 1, 2 en in die volgende haak je een stokje. En als je nou net precies de andere doet, zorg dan dat bij alle punten het dan gelijk is. Als je dus zeg maar in deze wil doen, in die tweede hier, kan het ook. Ik kies nu voor om in die derde te doen. Maar zorg dan dat het bij alle punten even gelijk is. Daarin haak je een stokje. Wacht even hoor. Alles is nu een beetje gedraaid, geloof ik. Het blijft altijd lastig om door de camera heen te kijken en te haken. En niet direct op mijn vingers. Oké, zo. Dan haken we hier een stokje. Dan haken we nog weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Slaan we de eerste los vanaf de haaknaald over en in de volgende haken we een halve vaste. En dan haken we nog 4 lossen. 1, 2, 3 en 4. Zorg dat je werk niet gedraaid is. Dus kijk even hoe dat zit. Zo.
Dan heb je zeg maar hier als het begin, hè, die vier lossen met dat dubbele stokje. Dan heb je de eerste kleine puntje. Dan ga je naar de volgende twee dubbele stokjes. En daar in het midden. Ik doe het liefst zeg maar hier in deze steek hier. Dus dan heb ik allebei de lusjes hier zo. Daarin haken we een halve vaste. Zodat je deze punt vastzet boven die andere punt. En dat zie je nu misschien nog niet zo heel netjes, omdat je hem niet geblokt hebt. Maar dit is zeg maar als je hem gaat blokken. Dat zie je bij deze. Dan wordt het puntje mooi hier in het midden bij die. En dat lijkt nu nog niet zo, maar dat komt straks wel in orde met het blokken. Ik ga nog één keer voordoen en dan is het eigenlijk de rest van deze toer maak je zo op deze manier. Maak er 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In de 5e lossen haken we een halve vaste. Haken we nog een keer 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haak in de 5e lossen. Dus je slaat 1 losse van de haaknaald over. En die daaronder haak je weer een halve vaste. Haak we nog een keer 6 lossen. 2, 3, 4, 5, 6. Zo. Slaan we 1 losse over vanaf de haaknaald. Gaan we in de volgende haken we een halve vaste. Even kijken of ik nou goed wil, jongens. Want dan zit ik een beetje te prutsen. Ja. Die slaan we eens over. En in die volgende haken we een halve vaste. In de volgende losse haken we ook een halve vaste. En in de volgende losse haken we ook een halve vaste. Dan haken we weer 4 lossen. 1, 2, 3 en 4. Slaan we 1 losse over en in de volgende haken we een halve vaste. Dan haken we 2 lossen. En dan gaan we nu, als je hem zo een beetje gelijk trekt, gaan we vanaf hier 1, 2 in de 3e losse haken we een stokje. Dan haak ik weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Slaan we 1 losse over in de volgende haken we een halve vaste. Dan haken we nog 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Dan tillen we hem over dat puntje hierheen. En dan gaan we in de bovenste steek van het dubbele stokje. Daarin haken we een halve vaste. En dan heb je deze punt ook weer vastgezet. Dit ga je doen voor de rest van deze toer. En dan kom ik hier weer bij je terug en dan laat ik zien hoe we het sluiten. Zo, dan ben ik bij het einde. Ik heb hier al 5 punten. Het ziet er nu bijvoorbeeld nog helemaal niet uit. Vandaar dat het ook belangrijk is om je werk te blokken. Ik heb dus 1, 2, 3, 4, 5 punten. En ik ben nu met de 6e, zeg maar, bijna klaar. Ik heb hem helemaal rondgehaakt. Hier dus 4 lossen met een vaste erbij. 4 lossen. En die laatste steek gaan we hier een halve vast inhaken. Kijk even waar dat voor jou het makkelijkst inhaakt. Ik doe het gewoon even hier in deze steek. Daarin haak een halve vaste. Pak ik een schaar om een draadje af te knippen. En dan haal ik het draadje nog eventjes door mijn lusje op de haaknaald. En dan trek ik hem aan. Ik hoef hem alleen nog even weg te werken. En dan is deze sneeuwvlok ook weer klaar. Ik moet hem alleen nog even blokken. Zodat hij net zo mooi wordt, zeg maar, als deze. En dan nog even met lijm insmeren, zodat hij ook goed stevig wordt, zeg maar. Dus dat is wat ik jullie wilde laten zien. Wil je nou niks missen van volgende filmpjes?
Zet dan eventjes je notificaties aan als je geabonneerd hebt op mijn kanaal. Dan krijg je een berichtje wanneer ik weer iets nieuws op YouTube heb gezet. Ik hoop dat jullie met me meehaken. Ik ben benieuwd of jullie het leuk vinden om zo'n wandhanger te maken. Of anders misschien gewoon de losse sneeuwvlokken. Als je nog een bericht achter wil laten, vind ik het leuk om te lezen wat je van mijn video vond. Als je nog vragen hebt, mag je ze ook zeker stellen. En ik hoop ze zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden. En dan wens ik heel veel haakplezier. Tot de volgende keer. Doei!